patiënten worden hier binnengehaald, ingeschreven en getrieerd. Inschrijving vindt hier plaats. Al die patiënten krijgen foto's van de longen. Daar wordt allemaal bloed bij geprikt, indien ze natuurlijk verwezen zijn voor een spoedeisende hulp traject of een eerste harthulp traject. En dat is gedaan om het proces daarna te kunnen versnellen. Dat we sneller weten van met de foto's van wat is er aan de hand en dat we ze ook sneller door kunnen plaatsen naar een afdeling of een intensive care indien noodzakelijk. Waarbij hier röntgenfoto wordt gemaakt, zo nodig ook bloed wordt geprikt en daarna zullen ze doorgaan naar het volgende complex. De mensen zijn echt ziek, je moet keuzes gaan maken van wie laat je naar de intensive care gaan, hoe staat een patiënt erin, wat zijn zijn wensen en daarmee heb je dus meer werk dan iemand met, ik wil oneerbiedig zeggen, maar met maar een gebroken pols. Als er plek is op de spoedeisende hulp, dan zullen de patiënten meteen doorgaan naar de reguliere spoedeisende hulp. Is deze vol, dan zijn hier nog 5 kamers extra beschikbaar om patiënten op te vangen. Hoe bijzonder is dat dit er nou zo staat? Het is misschien iets patiëntonvriendelijker gezien het lopende bandverhaal, maar de doorlooptijden zijn dusdanig snel dat we ook de zieke patiënten als eerste kunnen behandelen, waarbij de minder zieke patiënt dan sneller naar een afdeling geplaatst kan worden. Na beoordeling hier, of wanneer er plek is op de spoedeisende hulp, zullen zij hier recht doorgaan en via deze weg naar de spoedeisende hulp, dan wel de ziekenhuisafdeling begeleid worden. Ik denk, of ik weet bijna zeker, dat we eigenlijk vroegtijdig geconfronteerd zijn met een grote toename, gezien de lokale harden van corona-uitbraak. Dus we waren in een vroegtijdig stadium al sneller ingespeeld en kunnen daardoor nou ook zien dat we de piek wat afvlakt. Dus het wordt al een beetje routine. Ja, want je zat hier echt in het vroegste hart van het corona, hè? Ja, dat was wel snel schakelen, maar we hebben wel daar de goede keuzes in gemaakt en tot nu toe zijn we nog elke keer een stap voor geweest op de toestroom en ook op het ziekteproces.